In deze video laat ik jullie zien hoe je de Homebody sweater haakt. Dat is een ontwerp van Meg Made With Love. De Nederlandse vertaling daarvan staat op www.eenmooigebaar.nl. En in deze video laat ik jullie alle afzonderlijke stappen zien. Ik begin met de uitleg van mijn materiaalkeuze. Daarna zeg ik iets over de boord en het voorpand. Nou, dat is hetzelfde voor het achterpand. Daarna laat ik zien hoe je de verschillende delen aan elkaar kunt naaien en hoe je de mouwen maakt. Ik wens jullie heel veel haakplezier met deze schitterende trui. Ik heb voor de volgende materialen gekozen. Het garen waarmee ik haak is Yarn & Colors Happy. Dat is een garen wat voor 25% uit wol, 25% acryl en 50% polyamide bestaat. Normaal hou ik er niet zo van om met kunststofvezels te werken, maar voor kleding wordt het anders echt veel te zwaar als je met alleen maar wol of alleen maar katoen werkt. Dus daarom is het verstandig om bij kleding altijd een mix te kiezen. Het voorbeeld in het patroon is nog weer een andere mix, maar die is in Nederland moeilijk verkrijgbaar. Dit garen vind ik in ieder geval heel mooi werken voor deze trui. Het is super lekker zacht en komt in een aantal schitterende kleuren. Je kunt het alleen wat moeilijk wassen, maar goed, dat vind ik zelf persoonlijk niet zo'n probleem. Er staat bij dat het voor haaknaald 5 tot 6 mm is. Maak alsjeblieft het proeflapje zoals die staat beschreven in het geschreven patroon. De link daarvan staat in de video. Ik heb proeflapjes gehaakt en het mooiste dichtst bij de beschreven afmetingen kwam voor mij haaknaald 6 mm in plaats van de voorgeschreven 6,5. Ik heb er eentje gemaakt met 5, eentje met 6, eentje met 6,5 en eentje met 7. En die met 6 kwam het mooiste uit. Nou, daarnaast heb je natuurlijk een naaldje nodig om de draden weg te werken. Een schaartje nodig en dus die haaknaald. En ik vind het zelf ook altijd wel handig om een aantal steekmarkeerdertjes te gebruiken. Ik heb een heel schattige met een poesje. Zodat je bijvoorbeeld weet waar je moet keren. Of als je je project in een tas gooit, zodat het project niet helemaal weer uit de war trekt. Je begint het haken van deze trui aan de onderkant. De ribbelrand, de boord. Hier zie je al één pand wat af is met deze onderkant. En deze onderkant is hier begonnen. En die haak je in heen en weer gaande toeren op deze manier. En als je de gewenste breedte hebt bereikt, nou, die gewenste breedte is per maat verschillend, staat aangegeven hoe vaak je dan moet herhalen. Ik ben hier de large aan het maken. Als je de gewenste breedte hebt bereikt, dan ga je daarna in de andere richting verder. Dit is waar veel mensen bij vastlopen. Dus daarna ga je zo haken. Dus dit stukje gaat zo heen en weer. En dit stukje gaat zo heen en weer. Nou, snap je het nog niet? Geef niks. Ik ga het nu allemaal rustig uitleggen. Te beginnen bij de boord aan de onderkant van het voorpand en het achterpand. We gaan beginnen met de boord en daarvoor zetten we 12 lossen op. Je maakt daarvoor eerst een schuiflus. Die doe je op je haaknaald. En dan maak je 12 lossen. Nou, gaat ditje te snel, dan staat er een link in de beschrijving van de video naar hoe je een schuiflus en lossen maakt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Nou, nu gaan we eigenlijk de gehele trui lang half stokjes haken. Daarvoor beginnen we in de derde losse vanaf de naald. Nou, het lusje op de haaknaald telt nooit mee, dus dan is het 1, 2, derde losse vanaf de haaknaald. Nou, mensen vragen zich vaak af, waar moet je nou precies insteken? Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar het krijgt het mooiste effect als je hem hier insteekt. Dus je hebt eigenlijk drie draadjes, 1, 2 en 3, als je hem tussen de tweede en de derde insteekt. Maar het maakt niet zo gek veel uit. Ik heb dus omgeslagen. Ik doe hem door die steek heen. Ik sla hem aan de andere kant weer om. En ik haal hem door de losse heen terug. Nu heb ik drie lusjes op de haaknaald. En om het half stokje af te maken, sla ik om en haal ik door alle drie de lusjes heen. Nou, ging dat je te snel? We gaan nu het volgende half stokje maken. Je slaat daarvoor de draad om. Je steekt hem weer door die lossen heen,
Dan sla je weer de draad om en trek de draad door de losse heen terug. Dan heb je 3 lusjes op de haaknaald. En dan sla je hem om en haal je er alle 3. Dit ga je zo voor elke losse doen. Ik laat het nog 1 keer zien en dan pauzeer ik even de video om het af te maken. Dus je slaat de draad om. Je steekt hem in de losse. Dan sla je de draad weer om en haal je hem terug. Nu heb je 3 lusjes op de haaknaald. Nu sla je de draad weer om en je haalt hem er allemaal heen. Ik ga even door totdat we bij de laatste losse zijn. Soms is het een beetje lastig om te weten waar je nou precies moet eindigen met een toer. Nou, in dit patroon staat dat de lossen aan het begin van de toer niet meetellen. Soms is dat wel zo, dus kijk daar even goed voor in je patroon. Dus ze tellen hier alleen de halfstokjes. Nou, dit zijn dus de keerlossen bij mijn duim. Dan heb je hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halfstokjes. Nou, volgens het patroon moeten er 10 zijn. En een andere manier om te kijken is dat het knoopje dat hier zit, de draadjes die daar uitkomen, zijn nog de lossen waar je iets in moet maken. Dus ik sla de draad weer om en ik maak hier in die laatste losse, of eigenlijk de eerste die ik gemaakt heb, dus net hoe je het bekijkt, maak ik nog een half stokje. Nou, je kunt op 2 manieren tellen. Je kunt of die V'tjes die aan de bovenkant liggen tellen, dan is dit 1 steek, 2 steek, 3 steken, of je kunt hier kijken naar de stam van de steek. Dus dan is dit tussen mijn nagels 1 steek, 2 steken, 3 steken. Kijk voor jezelf even wat je duidelijker vindt. We hebben nu de eerste toer gemaakt. Ik ga jullie de tweede toer laten zien. Daarvoor begin je met 2 lossen. 1, 2. En dan keer je je werkje zo dat het staartje van je werk weer aan de kant ligt waar je je haaknaald ook vasthoudt. Ja. Nu gaan we halfstokjes haken in de achterste lussen. Nou, daarvoor is het belangrijk om je werkje even een beetje te draaien. Je ziet hier steeds een soort van V-vorm. Dit noemen ze de voorste lus van je haakwerk. Dit noemen ze de achterste lus van je haakwerk. En je gaat dus voor die half stokjes steeds in de achterste lus van je haakwerk haken. We slaan het draad weer om. Dit is de achterste lus van de steek waar de lossen uitkomen. Dus we pakken deze achterste lus. En daarin maken we een half stokje. Wat ik persoonlijk fijn vind om te doen bij dit patroon, is dat ik een steekmarkeerder door de tweede losse doe, zodat ik steeds weet waar ik mijn toer moet beginnen en eindigen. Dus dit is de tweede losse die ik net heb gehaakt. Dan weet ik dus bij de terugkomende toer dat daar mijn laatste steek in moet. Ik vind dat persoonlijk heel handig, maar je hoeft het niet te doen. Nu gaan we het volgende halfstokje maken, weer in alleen de achterste lus. Dus normaal zou je hierin steken, maar bij haken in alleen de achterste lus steek je daarin. En je maakt het halfstokje af. Dat gaan we nog 1 keer doen. Je slaat de draad om, steekt de naald in alleen de achterste lus. Je slaat de draad weer om, dan heb je 3 lusjes op de haaknaald. En zo ga je verder. Ik laat jullie weer even aan het eind zien waar je laatste steek in komt. Eens even kijken, we hebben hier die 2 keerlossen, dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halfstokjes. Dus we gaan nog 2 halfstokjes maken. Nou, de ene die is nog wel redelijk duidelijk te zien waarin die moet komen. Die komt hierin, in het eerste halfstokje wat je net hebt gemaakt in de eerste toer. Maar dan die tweede, dat is altijd een beetje lastig, die komt in de tweede keerlossen. Dan heb ik er net geen steekmarkeertje in gedaan, hier aan het begin van deze toer wel. En dat is eigenlijk wel verstandig om te doen, want het is altijd een beetje moeilijk om te zien. Ik vind de makkelijkste manier om het te zien, dus ik heb net deze lus heb ik een half stokje ingemaakt. En dan de lus die daar ja, soort van aan ligt of omheen ligt. Dus deze achterste lus moet dan nog je laatste half stokje in. Tel dus even goed, zeker als je beginnend haakster bent, elke keer of je wel 10 half stokjes hebt. Je kunt tellen tijdens het haken, je kunt ook tellen als de toer klaar is. Daar moet het doorheen. Zo. En weer door alle 3 heen. Nu is deze toer klaar. Nu gaan we nog toer 3 uitleggen. En daarna herhaalt de boord steeds alleen toer 2 en toer 3. Dus dan weet je al een heleboel om de boord van deze trui te kunnen haken.
Voor toer 3 beginnen we weer met 2 lossen. Dan draaien we het werk om. En nu gaan we in elke steek een half stokje haken door gewoon allebei de lussen heen. Daarvoor sla je de draad om. Ik steek hem dus niet in de steek waar de 2 lossen uitkomen, maar in eentje verder. Anders ga je onbedoeld meerdere. Ik sla de draad om. En dan haal ik ze door alle 3 heen. Wat ik nu weer even doe, net als net, is weer even een steekmarkeerdertje door die 2e beginlossen heen, zodat ik straks weer weet waar ik de toer moet eindigen. Met alweer een schattig poesje. Nou, op deze manier ga je dus weer door beide lussen heen voor toer 3. Haak je net zoveel halfstokjes weer. Als dat je de hele tijd al doet. Nou, het aantal halfstokjes is voor alle maten van de trui hetzelfde. Het enige wat verschilt is hoe vaak je toer 2 en 3 herhaalt. Nou, dat kun je bijhouden door te turven op een papiertje. Maar ik zal jullie ook nog even laten zien hoe je het telt als je het vergeten bent bij te houden. Nou, we zijn nu weer bijna aan het eind van de toer en je ziet nu... Tenminste, ik zie nu hoe handig ik het vind dat ik daar een steekmarkeerdertje in heb gedaan. Dan weet ik dus dat daar nog een steek in moet komen. Dus als je nu telt, die lossen tellen steeds niet mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan weet je dus, oké, daar waar die steekmarkeerder in zit, daar moet nog een laatste half stokje komen. Nou, meestal haal ik hem eruit voordat ik de steek maak, omdat het vaak niet zo goed lukt met de steekmarkeerder er nog in. Kijk daarvoor... Voor jou, wat je handig vindt. En een half stokje. Zo, nu is ook toer 3 klaar. Dit is de achterkant van je boord. Want aan de voorkant van je boord heb je nu een mooi ribbeltje gemaakt. Dat is wat je krijgt als je alleen in de achterste lussen haakt. Dan hou je dus een voorste lus over en die vormt dan zo'n mooi ribbeltje. Toer 4 is alleen maar weer een herhaling van toer 2. Ik heb het steekmarkeerdertje alvast even eruit gehaald. Ik haak 2 lossen. Ik draai het werkje zo dat dat staartje weer bij mijn haakhand zit, bij mijn haaknaaldhand. En dan ga ik weer verder met alleen in de achterste lussen. Dus je doet steeds een toer met achterste lussen en dan beide lussen en dan achterste lussen en dan beide lussen. Dit is dus weer een toer met alleen de achterste lussen en daarin haak je halfstokjes. Ik zal jullie zo nog even laten zien hoe je nou telt als je al een aantal toeren gemaakt hebt, hoeveel toeren dat zijn. Nou, als je nu een klein stukje gehaakt hebt, zoals in dit kleine stukje, kun je toeren tellen. Nou, dat is zeker als je beginner bent soms best een beetje lastig. Maar door het ribbeltjespatroon eigenlijk weer vrij eenvoudig, want je ziet redelijk duidelijke strepen liggen, hoop ik, op je patroon. Nou, dit is een toer met halfstokjes, met 1 streep erop. En dan naar de volgende streep zitten er steeds 2 toeren tussen. Dus als je telt is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak daarvoor wel de kant waar de ribbeltjes te zien zijn. Want aan de andere kant kun je ook tellen. En kun je ook wel strepen zien, maar die zijn een stuk minder duidelijk. Dus pak de kant, de voorkant van je werk waar de ribbeltjes op zitten. Nou, maar als je nou niet meer weet van, goh, heb ik nou net, voordat ik gisteravond de televisie uitzette en naar bed ging, een toer in de achterste lussen gehaakt of een toer door beide lussen heen. Ook dat kun je eigenlijk vrij eenvoudig zien. Als je de kant naar je toe hebt liggen met de ribbeltjes, dan is weer een toer in de achterste lussen aan de beurt. Dus voor mij is nu, als ik 2 keer lossen heb ik gehaakt, ik ben aan de kant van de ribbeltjes, dus dan weet ik dat ik nu een toer moet haken alleen in de achterste lussen. Nou, herhaal steeds een toer achterste lussen en beide lussen totdat je de gewenste lengte hebt bereikt. Dit verschilt dus per maat. Kijk daarvoor even in het patroon hoeveel herhalingen van toer 2 en toer 3 je moet doen om de juiste breedte van de boord te hebben bereikt. Wanneer je de ribbelboord af hebt, wat nu het geval is, ligt als het goed is, liggen de ribbeltjes aan de goede kant van je werk, dus naar je toe. Hou je werk dus niet zo. Het is minder duidelijk een ribbeltje dan hier. Dit zijn echt die voorste lussen die je hebt overgeslagen. Hier is het relatief plat. En dan kun je beginnen aan, ik denk, de ingewikkeldste toer van de hele trui. Je gaat nu namelijk in de zijkant van de toeren haken.
omdat die kant op naar boven het pand van de trui komt. Ik ga jullie stap voor stap laten zien hoe het moet. Je begint weer met twee lossen. En dan haak je nog twee halfstokjes in de zijkant van deze toer. Waar je precies insteekt is weer even net de vraag wat je handig en wat je mooi vindt. Ik kan je afraden om echt tussen de halfstokjes in te steken, want dan krijg je hier een groot gat. Ik kan je ook afraden om alleen maar door één lusje te haken. Als je dat doet, dan krijg je hier ook gaten. Dus kijk even of je hier ook weer door twee lusjes heen kunt steken. Maar dat is even een beetje zoeken welke twee lusjes je dan precies moet hebben. Daar bestaat niet echt een wet voor. Nou, in die ruimte van deze zijkant van de laatste toer die je gehaakt hebt, haak je twee halfstokjes. 1 en 2. En nu ga je naar de zijkant van de volgende toer. Dat is deze, dus onder het ribbeltje. En daar haak je 1 halfstokje in. Nu ga je weer naar de zijkant van de volgende toer. Dat is dus weer boven het volgende ribbeltje. En daar haak je 2 halfstokjes in. Nou, eigenlijk is dat alles wat je moet doen. Je gaat de hele tijd door met 2 halfstokjes in de 1 en 1 halfstokje in de volgende. En op die manier ga je door totdat je het einde van de boord bereikt hebt. Tel aan het einde van deze toer even goed je steken of je niet toch stiekem ergens de fout in bent gegaan. Want het stekenaantal van deze toer is heel belangrijk voor de rest van de trui die je gaat haken. Dus je moet echt op het goede aantal uitkomen. Nou, ik heb er nu net, kunt het zien, 2 gehad. Dan lijkt het alsof er een soort van V-vorm in zit. Nu ga ik de volgende maken in de volgende toer. Dus dat is hier. Dan zorg ik weer dat er 2 lusjes op mijn haaknaald liggen. En ik haak weer 1 halfstokje. Dus 2 lossen en dan 2 halfstokjes in de eerste toer. Dan 1 in de volgende, dan 2 in de volgende, dan 1. En hier komen er dus weer 2. Nou, op die manier ga je door. Aan het eind van de toer kom ik nog even bij jullie terug. En dan ga ik jullie laten zien hoe je toer 2 tot en met 34 van het voorband of het achterband haakt. Ik ben aan het eind gekomen van de eerste toer van het band. Ik heb even geteld. Ik ben de large aan het maken. Ik heb nu 77 steken. Nou, zo tegen het einde is een goed moment om even te tellen, omdat je dan aan het eind misschien nog een beetje kan sjoemelen als je ergens 1 steek hebt overgeslagen. Voor mij betekent het dat ik nu nog 1 keer een half stokje moet haken voordat deze toer klaar is. Het is bij de begintoer een beetje moeilijker te zien waar je in moet steken. Maar probeer gewoon wat, zodat het aan het eind van de toer uitkomt. En daar haak je dus nog weer een half stokje in. Nou, voor mij zijn het nu 78 halfstokjes. Daarmee is de eerste toer klaar. En dat is, zoals ik al eerder zei, eigenlijk de lastigste toer. Nu gaan we verder naar de tweede toer van het pand. Toer 2 tot en met 34 van de trui zijn ongelooflijk eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is 2 lossen haken. Je werk keren. Als het goed is, heb je nu weer het staartje in dezelfde hand als je haaknaald. En dan ga je in elke steek een halfstokje haken. Dat is alles. Nou, als het goed is weten jullie inmiddels hoe dat moet. Je slaat de draad om, steekt hem door de steek, slaat de draad weer om, haalt de draad terug, 3 lusjes op de haaknaald, je slaat hem om en trekt door alle 3. Ook hier kan ik je weer aanraden om een steekmarkeerder te doen in de tweede beginlossen. Aan het begin en aan het eind van elke toer. Omdat je, of tenminste aan het begin van elke toer, maar dus aan beide kanten van de trui, omdat je dan weet waarin je laatste halfstokje moet komen. Ook raad ik je aan om af en toe te tellen. Het zou jammer zijn als je trui zo gaat lopen omdat je af en toe een steek vergeet. Of juist zo gaat lopen omdat je af en toe steken meerdert. Bespaar jezelf het extra werk en zorg ervoor dat je regelmatig telt. Of dat je dus een steekmarkeerdertje gebruikt in die tweede beginlossen. Want dan weet je waar je de toer moet beginnen en eindigen. Ik laat jullie straks nog even zien hoe je vanaf toer 35 steeds meerdert. Nou, het is helemaal niet zo erg ingewikkeld om te meerderen, maar ik ga het jullie toch al even laten zien. Je haakt daarvoor, zoals het in het patroon staat aangegeven, 2 lossen, 2 keer lossen. En dan draai je weer je werk. Nou, inmiddels is het, als het goed is, een aardige lap die je hebt gehaakt. En dan is het enige verschil met wat je normaal doet, is dat je in de eerste steek van de toer en in de laatste steek van de toer haak je
twee halfstokjes. Nou, dat kun je op twee verschillende manieren doen. Je kunt of in deze steek waar de twee losse uitkomen al een halfstokje haken. En dan vanaf daar verder gaan. Of je kunt er hier twee in haken en dan vanaf daar verder gaan. Ik vind het zelf persoonlijk het mooist als je eerst in deze eerste steek waar de twee losse uitkomen een halfstokje haakt. Dat is dus het extra halfstokje. En dan verder gaat met je toer, zoals je gewend bent. En in het eind maak ik dan wel de twee halfstokjes in de laatste steek, waar als het goed is ook je steekmarkeer er steeds in zit. Als ik de twee halfstokjes in deze steek maak, dan komt er bij mij komt er een gat te zitten langs de zijkant. En dat vind ik niet mooi. Dus daarom kies ik ervoor om het extra halfstokje in de eerste steek te doen, waar ook de twee losse uitkomen. Tel in dit stuk van het patroon even regelmatig aan het eind van de toer hoeveel steken je hebt. Het zou zonde zijn als je niet goed uitkomt. En misschien denk je, joh, het maakt toch niet zo heel veel uit hoe ik uitkom. En ergens is dat ook wel zo. Alleen omdat je de twee panden aan elkaar naait, is het wel echt belangrijk dat ze symmetrisch zijn. Dus als je hier af en toe een steek tekort komt en je zou bij de andere bijvoorbeeld af en toe een steek te veel doen, dan lukt het aan elkaar naaien straks moeilijk. Tijdens het haken van deze trui zul je regelmatig van bol moeten wisselen. Nou, dat kun je op een heleboel verschillende manieren doen en daar kan ik een aantal video's aan wijden. Maar wat daarbij eigenlijk belangrijk is om te weten is dat er geen foute manier is. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is weer met een nieuwe bol een nieuwe schuiflus maken, zoals je dat aan het begin ook gedaan hebt. En die dan op je haaknaald doen. Je kunt het ook zonder knoopjes doen, zonder schuiflus. Maar wat daarbij belangrijk is om te weten is dat je die draadjes even goed wegwerkt. Daarvoor pak je een stopnaald. Die doe je op je haaknaald. En je ziet nu als je aan het draadje trekt dat die uit deze richting komt. Dus het eerste wat ik dan altijd doe is in de tegenovergestelde richting terug. En als ik hem hier terug zou steken, dan ga ik weer, dan zou ik hem er weer uittrekken. Dus daarom steek ik hem net zo één klein steekje verder in. En dan onder een aantal steken door. Dat is de ene kant op. En als je er nou echt, echt heel zeker van wil zijn dat hij nog meer loskomt, dan kun je hem ook nog een keer in deze richting wegsteken. Dus van boven naar beneden. En ook nog weer een keer van beneden naar boven. Nou, als dat draadje dan nog loskomt, dan verdient hij het op basis van zijn doorzettingsvermogen. Dus je knipt hem dan uiteindelijk, als je hem een aantal verschillende kanten op hebt weggewerkt, knip je hem af. Ik vind dit de fijnste manier om draadjes weg te werken en om meerdere bollen te starten. Je kunt ook nog met de Surgeon's Knot werken. Dan maak je de draadjes gewoon aan elkaar vast met een speciale knoop. Maar ik vind dat zeker voor kleding die veel gedragen en gewassen gaat worden, echt niet zo heel erg handig. Ik had hier net twee draadjes op dezelfde plek. Dus als ik die nu op dezelfde plek ga wegwerken, dan krijg je daar een soort van knoop. Dus ik kies ervoor om deze even de andere kant op eerst nog een stukje door de steken heen te steken. En dan weer terug, zodat je niet te veel losse draadjes op één plek krijgt. Dat was natuurlijk het uiteinde van de ene bol en het begin van de andere bol. En die werk ik weer op dezelfde manier af, met een keer naar links, een keer naar rechts, een keer naar onder en een keer naar boven. En uiteindelijk zie je daar dan eigenlijk bijna helemaal niks meer van als de trui af is en hem aan kunt doen. Ik zal jullie nu laten zien hoe je de twee panden aan elkaar kunt naaien. Als je de twee voorpanden gehaakt hebt, dan leg je die bovenop elkaar. Ik krijg het een beetje moeilijk in één keer in beeld. Maar daarvoor is het belangrijk om even te kijken naar wat de goede kant en de verkeerde kant van je trui is. Je moet namelijk de goede kanten tegen elkaar aanleggen. Nou, hoe herken je de goede kant? Dat kan alleen bij het stuk van de boord. En dat herken je doordat je een wat duidelijkere ribbel zichtbaar hebt. Dus hier ligt de goede kant tegen de goede kant. En hier zie je het verschil goed. Deze boord kun je gewoon zo met je vinger overheen en dan voel je hem wel, maar je wordt niet echt tegengehouden. En hier zie je echt duidelijk die voorste lussen die je net helemaal aan het begin hebt overgeslagen. Dus die twee leg je tegen elkaar aan, de goede kanten, zodat je aan de verkeerde kant kunt gaan naaien. Als er dan toch bijvoorbeeld een knoopje komt, dan zit dat aan de binnenkant van je trui en niet aan de buitenkant. Nou, wat je daarvoor nodig hebt is in ieder geval een stopnaald en wat van de kleur van je trui. Ik heb daarvoor een draad afgeknipt van ongeveer twee keer zo lang als dat ik denk nodig te hebben. En een schaartje heb je nodig. En wat ik zelf heel handig vind, ga ik jullie nu even laten zien, is om met steekmarkeerders alvast de naden vast te zetten die je gaat dicht naaien.
En wat ik daarmee bedoel is dat je hier kijkt. Je gaat de zijnaad pas dichtnaaien vanaf boven de boord. Dus je doet niet hier al een steekmarkeer erin omdat je hier gaat naaien. Maar je begint hier te naaien en gaat dan omhoog. En wat ik dan doe is dat ik de eerste steek van deze eerste toer vastzet aan de eerste steek van de toer aan de achterkant. Door even door allebei een steekmarkeer erheen te halen. Nou, dat doe je aan de andere kant van de trui ook. Dat ga ik niet laten zien, want dan wordt het een beetje saai. En wat ik dan doe, is dan tel ik de toeren omhoog tot wat er in het patroon staat aangegeven voor je armgat. Nou, hoe tel je nu de toeren omhoog? Dat is ook interessant om te weten. Ook hier zie je weer van die horizontale lijnen op zitten eigenlijk. En er zitten steeds twee toeren tussen die lijnen. Nou, dus bij het begin moet je wel even beter kijken. Dit is die opstartlijn. Dat kun je zien doordat er twee steken in één zitten. Dat heb je alleen maar bij die allereerste toer gedaan van het pand. Dus dan zit één en dan zit twee. Dan weet je dus dat het horizontale streepje steeds een even aantal is. Dus dit is twee toeren, vier toeren, zes toeren, acht toeren, tien toeren, twaalf toeren. Nou, zo tel je door tot welke toer je moet hebben. En dan zet je in de zijkant weer even een steekmarkeerdertje. En dat doe je dan ook even op ja, een aantal afstanden. Nou, net hoeveel je er hebt of net hoeveel je er wil gebruiken. Ik denk dat ik in dit geval drie of vier erin zou doen. Tot dus waar het armgat begint. En dan kun je aan de andere kant van de trui ook weer tellen. Of je kunt die horizontale strepen volgen. Dan weet je van nou, ik heb hier een steekmarkeer erin gedaan. Maar bijvoorbeeld ook hier. En dan kun je dus even met je vinger zo die streep volgen. Om ervoor te zorgen dat je hem aan de andere kant dus ook vastzet. Wat ik verstandig vind om te doen, maar wat wel meer werkt, is dat als je al je steekmarkeerders hebt gezet, dat je hem dan omdraait en hier ook weer telt of het klopt. Zodat je zeker weet dat de beide delen goed symmetrisch op elkaar terechtkomen. Dat is moeilijk om te zien tijdens het naaien, dus daarom vind ik die steekmarkeerders zelf heel handig. Nou, dat doe je voor de zijnaden en dat doe je ook meteen voor de bovenkant. Daar zet je de bovenhoek, dus de schouder, even aan elkaar. En dan tel je het aantal steken wat in het patroon staat. En daar doe je weer een steekmarkeerder in. En dat is een handig punt als je dat aan allebei de kanten gedaan hebt. Om even de trui aan te doen. Om te kijken of je hem fijn vindt vallen over je schouders heen. Want het kan dus zijn dat het gat wat er overblijft voor jou veel te groot of veel te klein is. Ik ga hem zelf bijvoorbeeld verder dichtnaaien dan dat er in het patroon staat. Omdat ik het niet fijn vind als die van mijn schouder afvalt. Dus dat zijn een beetje de voorstappen die je moet doen. Je zorgt ervoor dat je alle naden met steekmarkeerders dichtzet. En je knipt alvast een draad af. Uiteindelijk heb je nu met de steekmarkeerders vier naden vastgezet. Twee aan de bovenkant, dat is hier, en twee richting de boord van de trui. Bij de boord, hij ligt nu dus verkeerd om met het hoofd naar me toe. Bij de boord werk je van de boord richting het armgat. En aan de bovenkant werk je van de buitenkant, dus van de arm, richting de nek. Ik heb hier 30 steken gemarkeerd en op de helft ook nog even een steekmarkeerder, zodat ik duidelijk weet tot waar ik moet naaien en hoe dat gaat. Ik ga het met de whip stitch vastnaaien. Nou, dat is gewoon een manier van vastnaaien. En daarvoor ga ik eerst mijn draad vastzetten. Dus ik heb dus een lange draad van ongeveer 2 of 3 keer de afstand die ik wil dichtnaaien. En ik ga nu een stukje uit de rand ga ik mijn draad vastzetten aan de deken. Daarvoor ga ik onder een paar aan de trui. Daarvoor ga ik onder een paar lusjes door. Ik trek de draad bijna helemaal door. Dus nog wel een staartje heb. Ik zie hier dat hij wat gerafeld is, dus ik laat even iets meer staartje over. Dat doe ik nog een keer in dezelfde richting. Onder de lusjes door. En ik trek hem weer helemaal aan. Er zijn dus heel veel manieren om dit te doen trouwens. Maar dit is nou helemaal gewoon de manier waarop ik het doe. Als de draad maar vast komt te zitten aan de trui. Dat is het eigenlijk een beetje. Nou, als ik het nu aantrek, dan zie je toch dat het staartje nog een beetje meekomt. Dus ik zet hem ook altijd nog in een andere richting vast. En dat doe ik dan richting de plek waar ik wil starten. Dus richting mijn eerste steekmarkeerder. Nou, wat de whipstitch nu eigenlijk is gewoon steekje voor steekje. En probeer niet, ga niet te grote stukken doen, want dan krijg je een hele lelijke naad. Maar echt netjes steek voor steek op elkaar laten aansluiten. En dan ga je steeds van onderaf naar boven. Dus ik steek mijn naald van onderaf door beide lusjes van de eerste steek heen. En dan bij de bovenste helft ook door beide lusjes van de eerste steek heen. En dan trek ik hem helemaal door de draad.
En dan doe ik van bij dat lusje ernaast weer. Dus van onderaf er doorheen naar boven toe. Nou, dat is eigenlijk alles wat je doet. En dan op het einde zet je hem weer op dezelfde manier, zet je je draad vast. Zorg er dus steeds voor dat die steken boven elkaar komen te liggen. En dat je niet stiekem een verschuiving krijgt, want dan trekt de boel scheef. Nou, dat doe je voor beide schoudernaden. Voordat je nou het draadje wegwerkt, pas je de trui weer even aan om te kijken of je de schouders niet prettig vindt, zeg maar, of je je hoofd er nog goed doorheen krijgt. En of de schouders niet, of de trui niet veel van je schouders afzakt. Dus kijk daar even naar, want als je een draadje al helemaal hebt vastgezet, dan is het soms moeilijk om het uiteindje weer te vinden. Immers, als je het goed hebt vastgezet, dan gaat dat niet. Dus doe dat voordat je je draadje uiteindelijk vastnaait. Kijk even of het goed past. Als je hem voorzichtig aandoet, dan kan dat wel zonder dat de draad er meteen weer uitschiet. Nou, voor de schoudernaden is dit wat je doet, is redelijk eenvoudig. Zorg ervoor dat je hem niet te strak aantrekt, want dan trek je de boel helemaal aan elkaar. Maar maak hem ook weer niet te los, want dan krijg je echt gaten. Dit is dus de binnenkant van de trui waar je nu naar kijkt. Dus je ziet het er zo uit. En aan de goede kant van de trui ziet het er dan, als je regelmatig werkt, zo uit. Nou, als je dus niet strak genoeg aantrekt, krijg je zoiets. Krijg je gekke gaten. En als je te strak aantrekt, zie je dat, wat er dan gebeurt? Dan trek je de hele boel naar binnen. Dus let daarop tijdens het naaien dat je dezelfde spanning behoudt en dat het een beetje een goede spanning is. En als je het te strak hebt aangetrokken, dan kun je gewoon op deze manier nog weer even de lusjes wat losser maken. Aan deze kant is het vrij eenvoudig. Aan de kant waar je van de boord naar de armschat toe gaat, is het iets lastiger, omdat je daar niet zulke duidelijke steken hebt. Nou, ik kan je aanraden om tenminste 2 borduursteekjes te doen voor elk halfstukje. Dus dat betekent dat er 4 steekjes komen tussen die horizontale strepen waar we net de toeren mee konden tellen. Dus op dat stukje komen er steeds 3 of 4 borduursteekjes. Dat zorgt ervoor dat je een mooie dichte naad krijgt. Neem je echt even goed de tijd voor om het dicht te naaien. Het zou zonde zijn als je zoveel uren hebt zitten haken en het dan uiteindelijk niet mooi wordt omdat de naden niet mooi worden. Als ik klaar ben met het naaien van de 4 naden, dan laat ik jullie even zien hoe het eruit ziet. En dan kom ik daarna terug voor het maken van de mouwen. Als je alle 4 de naden hebt dichtgenaaid, kun je beginnen met het aanzetten van de mouwen. Die haak je gewoon aan je werk vast. En daarvoor begin je in de bovennaad van de mouw. Die herken je dus door al die keurige streepjes. Je hebt nu de trui weer met de goede kant naar buiten liggen. Dus met de boord goed zichtbaar, met de ribbeltjes van de boord. Om te beginnen met de mouw, neem je weer een lus die gewoon nog aan de bol vast zit. Je hoeft in dit geval nog niks te knippen, omdat je er een hele mouw mee gaat haken. En dan steek je je haaknaald in die naad aan de bovenkant van de mouw. Het proces is voor beide mouwen hetzelfde. Daar haal je een lusje door. En dan haak je 2 lossen. Nou, wat nu even belangrijk is om te weten, is dat als ik zo zou gaan haken, deze kant op, wat logisch voelt, dan komt de goede kant van de mouw komt aan de verkeerde kant van de trui. Daar moet je gewoon even kijken hoe dat voor jou uitkomt, hoe je hem pakt. Zorg even dat de goede kant van de mouw ook aan de goede kant van de deken komt. Als ik nu ga haken, dan is de voorkant van mijn werk, terwijl ik aan het haken ben, steeds ook aan de buitenkant van de trui en niet aan de binnenkant. Nou, wat je dan eigenlijk alleen maar gaat doen, is steeds 1 half stokje plaatsen aan het eind van elke toer. Dus hier zie je een toer. Daar plaats je dan een half stokje. Het is weer een beetje moeilijk vogelen hoe je die er precies in krijgt. Zeker ook omdat je op dit punt genaaid hebt. Dat is alleen voor de eerste toer van de mouw zo. Daarna wordt het weer heel eenvoudig. Dat kun je je misschien nog herinneren van helemaal toen je het pand op de boord ging maken. Toen was het ook de eerste toer even een beetje friemelen en daarna gaat het goed. Ook hier kun je weer zien dat tussen de 2 horizontale, in dit geval verticale lijnen, daartussen moeten dus 2 halfstokjes komen. En hier zie je weer zo'n verticale lijn, daartussen moeten 2 halfstokjes. Dus je maakt steeds een half stokje. Nou, die steken jullie inmiddels dromen, want er is de hele trui van gemaakt. Aan het eind van elke toer. Dus hier is weer een plek waar een half stokje in moet.
En als je het even niet meer weet, dan kijk je dus naar die strepen. En dan denk je, oké, er zitten er twee tussen. Dus nu moet ik tussen de volgende strepen weer twee verdelen. Nou, op die manier kijk even in het patroon hoeveel toeren dat voor jouw maat van de trui is. Er zijn natuurlijk meerdere maten. Zorg je dat je het gewenste aantal steken rondom hebt. Ik tel daarvoor regelmatig. Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld in elke tiende steek even een steekmarkeerder doen. En als je dan deze toer af hebt, kom ik nog even bij je terug. Ik heb mijn eerste rondje armgat nu gehad. En om de toer te sluiten maak je een halve vaste in de tweede beginlossen. Dus die zoek je even op. En dan maak je een halve vaste doorheen. En dan haak je weer twee lossen. En dan haak je een half stokje in elk half stokje van de eerste toer. Eigenlijk weer zoals je gewend bent. Nou, op deze manier blijf je rondjes haken totdat je de mouw op de gewenste lengte hebt. Je kunt een korte mouw maken, je kunt een hele lange mouw maken. Pas hem af en toe even tussendoor aan. Ik kan je wel aanraden om even bij te houden of na te tellen hoeveel toeren je hebt gemaakt, zodat je voor de andere mouw ook een idee hebt hoe lang je hem wil maken. Maar toch kan het soms ook fijn zijn om hem aan de andere kant nog even aan te passen. Sommige mensen maken bijvoorbeeld de mouw van hun horlogedraagarm wat korter, zodat het horloge zichtbaar blijft. Kijk daarvoor even wat je wil. Dat is het fijne van zelf kleding maken, dan heb je een goed idee hoe het wordt. Ik laat jullie straks nog even de trui zien als die helemaal af is. Dus als er twee mouwen aan zitten. De trui is nu helemaal af. Twee mouwen eraan. Wat ik een grappig detail vind, is dat je dus op de mouw een beetje zo die naad ziet van waar je steeds hebt gesloten. Ik vind dat het hem net iets meer variatie geeft. Omdat de mouw, doordat je niet keert, wat minder variatie heeft. Je ziet hier op het voor- en achterpand, zie je die leuke strepen. Dat heb je op de mouwen niet, omdat je daar niet van richting wisselt. Dus ik vind het zelf wel leuk dat je dan in ieder geval die naad nog ziet. Nou, ik heb dus heel veel verschillende dingen laten zien. Hoe je een boord maakt, hoe je de eerste toer maakt en hoe je dan het pand erop zet. Hoe je meerdert bij de armgaten. Hoe je de naden dichtnaait en hoe je de mouwen er vervolgens aanhaakt. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video en dat het gelukt is om de trui te maken. Lukt het nou niet of heb je opmerkingen of wil je je resultaat delen? Doe dat dan via www.facebook.com/eenmooigebaar of op Instagram met hashtag eenmooigebaar. Dan kunnen we allemaal meegenieten met het resultaat van je harde werk. Ik wens jullie ontzettend veel haakplezier en heel erg bedankt voor het kijken. Als je op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe video's, abonneer je dan even op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken.